vertel even wie je bent. Ik ben Steven van de buurtpreventie Indische Buurt. Ik ben assistent-coördinator. Wij proberen preventief inbraak omlaag te brengen door vrijwillig door de buurt te lopen. Daarbij krijgen wij veel steun van buurtbewoners. Je kan denken aan een bakje koffie, de hand die omhoog gaat als je langsloopt. En allerlei andere dingen. Ja, je loopt vrijwillig door die buurt heen. Ja. Wat maakt dat je dat vrijwillig gaat doen? De inbraken. De mensen die overlast hebben van deze soort mensen die onbedoeld bij ons in de wijk zijn. En die er niks te zoeken hebben. Ja. En wat doe je dan precies? Je loopt door die wijk heen? Als wij wat signaleren, dan gaan wij op afstand volgen. En dan gaan wij, een van ons teamleden hangt dan aan de telefoon met de politie. En dan volgen we net zo lang totdat de politie er is. Ja, want je hoort wel eens mensen zeggen, met een buurtpreventieteam, dat zullen vast wel van die mensen zijn die met een knuppel door de buurt heen lopen. Maar dat is bij jullie absoluut niet het geval, hè? Absoluut niet. Nee. Wij zijn de vriendelijkheid zelf, tenzij je het niet tegen ons bent natuurlijk. Dan, ja. Wij blijven wel altijd reëel. Ja. Is de buurt blij met jullie? 9 van de 10 mensen zijn inderdaad heel blij met ons. Vooral de oudere mensen die zich niet meer veilig voelen in de wijk. Dus dat levert het ook op. Mensen voelen zich echt weer veiliger in die wijk. Een stuk veiliger dan dat ze zich voelden, ja. En hoeveel vrijwilligers zijn er? We hebben tot nu toe 7 vrijwilligers. Er zijn er van de week 2 bijgekomen. Daar zijn we heel blij om, maar het kan uitermate nog veel meer. Ja, want als je goed wil functioneren als buurtpreventieteam, hoeveel vrijwilligers zou je nodig hebben? Het maakt op zich niet uit als er elke maand het weekend maar gelopen wordt. We zitten nu op 7 man en we kunnen eigenlijk de helft van de maand opvullen. Want alleen in het weekend lopen, dat is genoeg? Ja, tot nu toe wel. We willen uiteindelijk uitbreiden tot ook door de weeks. Ja, en heeft het ook geleid tot een afname in criminaliteit in de wijk? Ja, we hebben wel verandering gezien inderdaad, omdat sinds wij lopen dat de inbraken afgenomen zijn. Wij hebben een tijdje gehad dat we er even tussenuit moesten vanwege werk. En in die tijd hebben we gezien dat het weer omhoog ging. Ze wisten precies wanneer jullie weer gingen werken? Wij worden inderdaad in de gaten gehouden. Ja. De criminaliteit is omlaag gegaan. Merk je dan ook dat in andere wijken dat initiatief er ook komt? Wij zijn poging tot aan doen om in andere wijken op te starten. Alleen de mensen zijn en melden zich er nog niet voor aan, helaas. We hopen dat mede dit dat ook gebeurt. Wij willen helpen met opstarten. Het wordt niet ons team, alleen helpen opstarten. Ja. Maar als je dus eigen verantwoordelijkheid neemt in je wijk en je gaat zelf rondlopen, je bent een eigen preventieteam in die wijk, dan kun je zelf bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van die inderdaad. Wijk. Inderdaad. En jij roept dus eigenlijk iedereen op, doe mee. Met ons. En kom buurtpreventieteam versterken of opstarten. Steven, dankjewel. Alsjeblieft.